Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota. SNS schrijft vandaag over de groei van de radicale islam onder jonge moslims. En ik lees de krant met iemand die ons dagelijks dit nieuws en ook al het andere nieuws voorleest. Philip Frederiks. Ja. Who's next? Robert. Goedemorgen, Philip. Goedemorgen. Weekje Amsterdam? Ja, weekje Amsterdam. Ja, ja. Maar... Je presenteert niet. Nee, ik presenteer niet. Nee, ik ben heel druk bezig met de campagne Nederland leest. Die gaat vrijdag van start. Dus er moet allerlei voorbereiding. Ik ben aan het repeteren. Ik ga een half uur uit de gelukkige klas van Theo Thijssen voorlezen, voordragen zou je kunnen zeggen. Dus daar ben ik druk mee bezig. Dus ik moet hier zijn. Philip, 20.000 tot 30.000 jonge moslims in Nederland zijn salafistisch, meldt de AIVD. Ja. Worden radicaal. Ja, nou ja, het woord radicaal in deze, dan moet je een beetje meer uitkijken. Want als je het goed leest, dan gaat het vooral over, en dat staat hier ook heel terecht, een ultra-orthodoxe stroming. Dus zeg maar, zeer streng gelovigen. Terwijl het woord radicaal heeft meteen, duidt meteen of verwijst meteen naar geweld. Nou, ze zijn wel ondemocratisch, zegt de AIVD ook. Ja, nou ja, ze zijn ondemocratisch, dat wil ik best aannemen. Maar er zijn wel meer religieuze stromingen die ondemocratisch zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze ook gewelddadig zijn. Ken je dit verschijnsel ook uit Frankrijk, waar je heel lang al correspondent bent geweest en inwoner? Ja, nee, dat natuurlijk. De, laten we zeggen, zo'n stroming is er in Frankrijk. Ook al, omdat je ziet dat heel sterk in Algerije. En in Frankrijk zijn Marokkanen in de minderheid en is de grote groep zijn Algerijnen. Wat overigens niet wil zeggen dat dit alles is, dat het geweld in die voorsteden van een jaar geleden, dat precies daarop terug te voeren is. Dat ligt wat gecompliceerder. Baart dit verschijnsel je zorgen? Ja, nou ja, kijk, zolang mensen in iets willen geloven en dat zelf beleiden en daar verder anderen niet mee lastigvallen, of in ieder geval daar geen geweld mee voor ogen hebben, ja, vind ik het verder niet zo'n bezwaar. Dus je zou kunnen zeggen dat dit rapport van de AIVD in zekere zin geruststellend is. Want ze zijn niet uit op geweld. Tegelijkertijd, ja, je bent natuurlijk niet voor een beweging... Nou, dat zeg je nou, maar ze zeggen ook, ze zijn simplistisch. Ja, het wereldbeeld van de salafisten is simpeler. Ze geloven niet in nuances. Ja, nee, maar natuurlijk. Maar dat wou ik zeggen. Een beweging of een religie die zeg maar, heel orthodox is en allerlei beperkingen willen opleggen. Ik bedoel, we hebben in Nederland bewegingen die besluiten dat jij op zondag, dat jij en ik op zondag niet mogen zwemmen. Ik noem maar wat. Ja, daar heb ik wel bezwaren tegen, want ik wil op zondag toevallig wel zwemmen. Of ik wil in ieder geval de vrijheid hebben om op zondag te zwemmen. Deze stroming vindt eigenlijk dat de andere aanhangers van de islam te relaxed zijn. En zij bepleiten een oervorm. Ja, ze bepleiten een oervorm. Ik heb ook gelezen dat ze die oervorm nodig hebben om zich als het ware een eigen positie te vinden in deze samenleving die zij als vijandig beschouwen. En moreel vervlakt. Ja, precies. Ja, ja. Nou ja, ze voelen zich ongemakkelijk. Die tweede en derde generatie die zit ook, zoals de Fransen dat noemen, met hun kont tussen twee stoelen. En dat is een mooie uitdrukking, hè? Maar het geeft wel precies aan wat het is. Dat houdt niet lang vol, volgens mij. Nee, precies. En daarom voelen ze zich ongemakkelijk. En een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ik denk dat je het zo een beetje heel simplistisch moet verklaren. Jij gelooft niet dat dit kan uitmonden in rokende wijken in Nederland? Zoals we dat in Frankrijk hebben? Je hebt natuurlijk heel goed kans dat er onder deze groep een potentieel is van mensen of jongeren of die wel degelijk verder willen gaan. Dat zal de eerste keer niet zijn. Hoe moet Nederland hier nou mee omgaan? Je moet denk ik vooral ervoor zorgen dat die jonge mensen, dat die hun plek vinden in onze samenleving. Dat is natuurlijk heel moeilijk, want ja, hoe doe je dat? Maar dat is denk ik wel de basis van het verhaal.
En dat is in Frankrijk precies hetzelfde. Doet Nederland dat beter dan Frankrijk? Nou, ik moet zeggen, als je ziet wat er de afgelopen dagen is gebeurd met die jongen van, hoe heet het? Bilal, ja. Die, Slotervaart. Die doodgeschoten is. En als je dan ziet hoe men daar in Slotervaart probeert om de zaak bij elkaar te houden. Om maar eens te kanaliseren. Ja, en bij elkaar te houden, ja. Zoals Cohen heeft gezegd. Hè. Dan denk ik, nou, dat doen ze eigenlijk wel goed. Want ik heb zo'n vermoeden dat in Frankrijk dat er een paar bussen met oproerpolitie de wijk in waren gestuurd. En dan had je de pop aan het dansen. Hier spreekt een trotse Nederlander. Ja, trotse Nederlander. Ik probeer dat niet te zijn. Ik probeer zo helder mogelijk te zien hoe dingen wel of niet gebeuren. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen te zeggen over Nederland die wat minder positief zijn, bij wijze van spreken. Filip, is je verder nog iets opgevallen in de krant vandaag? Nou, dit is natuurlijk iets wat mij heel erg aanspreekt. De gelukkige klas is een van de weinige hoorspelen op de radio. Dat is heel mooi. De gelukkige klas is het boek dat gratis wordt uitgedeeld in het kader van de actie Nederland leest. En nu zie ik in NRC Next dat vanavond wordt uitgezonden als hoorspel. Nou, dat vind ik fantastisch, want het hoorspel is helemaal verdwenen op de Nederlandse radio. Dus af en toe gebeurt het dan nog eens een keer hier bij uitzondering. En ik zou willen pleiten voor meer hoorspelen op de Nederlandse radio, want hoorspelen zijn enig. Jij leidt de jaarlijkse hoogmis van de Nederlandse taal, toch? Ja, het groot dicté. Het groot dicté der Nederlandse taal. Ja, ik zie je aankomen. Mag ik eens een zin aan jou dicteren? Jij mag een zin aan mij dicteren. Foutloos, hè? Waarbij ik van tevoren zeg, kijk, ik ben maar een gewoon mens. Het maakt dus ook allemaal spellingfouten. Oké, maar laten we er niet lang over uitweiden. Dubbele punt. Er bestaat wijd en zijd. Er bestaat. Oh jee, daar gaan we. Wijd en zijd. Een consensus. Consensus. Moet worden toegejuicht. Toegejuicht. Nou. Nou, we gaan even kijken. Uitweiden is met een korte ei. Korte ei. Juist. Eenvoud. Die kan ik niet lezen. Dat is een C. Dat is fout. Het is een S. Twee fouten. Dat is allemaal goed. Nou, twee fouten. Komt deze zin jou bekend voor? Nou, malicieuze, pejoratieve komt mij bekend voor. En consensus ook. Dat heeft vast wel eens in het dicté gezeten, ja. Maar ik weet niet meer welk jaar. 1991. Kijk aan. Tweede dicté. Twee fouten. Nou, dat is wel goed. Dat is een 8. Ja, maar er zijn dus waarschijnlijk 8 zinnen. Dus dan had ik 16 fouten gehad. Dat is, dat behoor je tot de beste. Want het gemiddelde is meestal 25 fouten. Huwelijksperikelen op het Élysée. Ja. Volg je het? Ja, uiteraard. Ja? Iedereen volgt het, ja. In Frankrijk volgt iedereen? Dat is in Frankrijk al weken, om niet te zeggen maanden, is dat het verhaal. Ja, hoe zit het nou met Nicolas en Cecilia. Vooral, je hebt weekbladen, die hadden al, weet je, een grote voorpagina, of hoe noem je dat, cover met Le Mystère Cecilia. Ja, het mysterie Cecilia. En elke dag of elke week wordt er aangekondigd dat nu echt officieel zal worden gezegd dat ze uit elkaar gaan. En dan gebeurt het weer niet. Dat zou gisteren ook gebeurd zijn. Wat denk jij? Ja, ik denk wel dat het gaat gebeuren. Zou het ook zoveel ophef in Nederland creëren als er met Balkenende iets soortgelijks aan de hand zou zijn? Dan zou Balkenende zou dus echt met een minnares op stap moeten gaan. Of zijn vrouw zou zich moeten laten fotograferen in Londen met een minnaar of zo. Misschien dat het dan gebeurt. Maar ik weet niet of daar echt belangstelling voor zou bestaan. Hoewel Balkenende met een minnares zou natuurlijk wel leuk zijn. Ja. Zie je het voor je? Ik zie het niet voor me, maar als het zou gebeuren, dan zou dat wel een fotootje zijn, ja, denk ik. Op de pagina Nederland is het een en al integratie. Hier zie Ali, Verdonk, Slotervaart. We lijken een beetje te rennen van hype naar hype. In hoeverre doet het journaal daar ook aan mee? Ja, ik weet niet of het journaal daar zo ontzettend aan meedoet. Misschien dat we in het verleden de neiging hadden om eerst maar eens een dagje af te wachten om te kijken hoe het verder ging. En dat we nu als een dynamische nieuwsrubriek erbovenop zitten. En ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Als jij het journaal nu een cijfer zou moeten geven, wat zou je dan geven? Het
het journaal doet het heel behoorlijk. Dus laten we zeggen een 7,5. Je had dan net een 8. Ja. Nou, maak er een 8 min van. Hier staat in Next ook een foto van het graf van Bram Zegers, waar hij uiteindelijk in zal belanden. Ja. Ja, jij moest ook veel naar met je ouders naar het graf van Jantje. Je oudste broer die vlak voor de bevrijding van Groningen werd doodgeschoten. Ja. Ja, misschien dat daarom die foto me wel heel erg is opgevallen. Dat ik in één keer... Goh. En dat ik me daar een beetje ongemakkelijk bij voelde. En ik heb me zitten afvragen waarom eigenlijk. Had ik niet zo goed een antwoord op. Maar nu bedenk ik me in één keer... Dat is omdat als wij vroeger als kind naar de begraafplaats gingen... Dat was eigenlijk een beetje in mijn herinneringen, klopt niet helemaal hoor, maar in mijn herinnering was dat een beetje ons zondagse uitje. En dan gingen we op de fiets gingen we naar, mm-hmm. naar het graf. En in mijn boekje Jantje beschrijf ik ook die route helemaal, mm-hmm. hoe dat dan ging. En dan kwamen we op de begraafplaats en dan werd ons duidelijk gemaakt dat je op een begraafplaats zweeg. En ik bedenk me nu in één keer, nu zie ik daar die gigantische foto van dat graf. En dat... In één keer komt dus wat mijn ouders me hebben gezegd, komt terug van... Het is heel erg privé, het is heel erg intiem. Zo'n foto mag eigenlijk niet. Nu begrijp ik waarom ik mij hierbij ongemakkelijk voel. Dat is even het kind van 6, 8 jaar... die te horen heeft gekregen dat je op een begraafplaats zwijgt. Het briefgeheim. Afstandelijk en gesloten. Ik wil het ijs breken, maar heb niemand die erbij kan helpen. Afstandelijk en gesloten. Zijn normaal nieuwslezers, dat ben jij niet. Jij legt veel van jezelf in het nieuws, in het voorlezen van het nieuws. Dat is ook wel eens fout gegaan. Heeft geleid tot de bijnaam Philip de Hakkelaar. Ja. Je hebt zelfs op een gegeven moment je ontslag aangeboden. Van, toen ging ja, het zo fout. Dat was helemaal in het begin. Ik heb toen gezegd, luister eens, het moet niet ten nadele van het journaal zijn. Ja. Dus als dat het journaal een nadeel berokkent, dan... niet blijven. Dat is niet de bedoeling. Nou, toen is mij gezegd dat ik gewoon door moest gaan met ademhalen. En dat heb ik ook gedaan, ja. Ik heb erg mijn best gedaan om het te verbeteren en dat is ook wel gelukt, geloof ik. Ik heb nog een verzoek. Ja. Zou jij foutloos dit programma kunnen afkondigen? Dit was Who is Next met Robert van der Roer. En Philip Felix. Ja, en ik wens u nog een heel prettige dag, want dat hoort er ook bij. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toyota.